Nederlandse spoorwegen. Bijna elke student komt er dagelijks wel mee in aanraking. Maar bijna niemand weet de ins en outs van wat er nou eigenlijk gebeurt. Daarom zijn we vandaag op het NS-kantoor om Robert van der Linden te interviewen. Hij loopt hier stage en hij kan ons meer vertellen over de NS. Op de afdeling sponsoring en partnership. Het is de taak van het team waar ik in werk om het merk sympathiek te laten overkomen. Om de associatie die Nederlanders hebben met het merk positief te maken. Wanneer je hier stage loopt, dan krijg je een kijkje in de keuken. Dan weet je wat er allemaal bij komt kijken. Dan begrijp je ineens waar het allemaal vandaan moet komen. Ja, omdat je iets meer begrijpt waar het allemaal vandaan komt, nou, dan krijg je er ook wel iets meer sympathie voor. Kijk, al deze foto's die hier zitten hangen, dat is allemaal wat wij met de afdeling doen. Dit was bijvoorbeeld op Lowlands. Wat onze boodschap is dat je met de trein jezelf fit reist. En hoe krijg je dat aan de man bij bijvoorbeeld mensen die naar Lowlands gaan? Nou, dat doen we hier door middel van dit rad wat hier achter staat. Daar konden mensen in rennen. Daar konden ze een plaatje uitkiezen en op een grammofoonplaat leggen. En omdat ze renden, begon die plaat te spelen en de muziek af te draaien. En op die manier proberen we ze toch te vertellen dat wanneer je met de trein reist, je gezond bezig bent. Omdat je onbewust 30 minuten meer beweegt dan dat je zou doen als je niet met de trein reist. En hier staan we bijvoorbeeld voor Lego World. En daar doen we eigenlijk gewoon alleen bewegwijzering op een leuke manier. Gewoon omdat wanneer mensen op het station komen, ze al meteen zoiets hebben van ah, dit is leuk, ik weet waar je heen moet, ik vind het grappig. Alles vanuit het oogpunt, hoe krijgen we dit sympathiek? Misschien verwacht je het niet, maar we zitten nog steeds in het NS-kantoor. Dit is het NS-trefpunt. Dus het is iets totaal anders. Als je dit dan ziet, als je hier net binnenkomt, zijn er wel de dingen waar je een beetje van overweldigd door wordt. Van oké, dit is er allemaal mogelijk, wat is er dan allemaal niet mogelijk? En dan krijg je wel een beetje het idee van oké, ik ben daadwerkelijk bij een groot bedrijf. Als je een trein in je kantoor hebt, dat is toch wel, ja, dat is relatief bijzonder, vond ik wel. Ja. Het is natuurlijk een bedrijf waarin alle lagen van de maatschappij werken. Daar werken 32.000 mensen. En dat je dan op een afdeling bezig bent die zich bezighoudt met het imago- en reputatieverhaal, dat is toch waar ik door getrokken werd. Voor zo'n groot bedrijf, ja, dat is fantastisch. Er kan heel veel, je kan het zo gek niet bedenken. Of er zijn wel mensen waar je het mee kan of mag doen. En dat is wel echt heel vet om zo'n kijkje in de keuken bij zo'n bedrijf te hebben.